Dit is Tijd voor Koffie. Nou, daar gaat hij dan. Ik ga hem eraf snijden. Ik weet niet hoe dat werkt, maar we gaan het even proberen. En als je mouw hoort op de achtergrond, inmiddels weet jullie geloof ik wel dat het een kat van de buur is. Dat is nog niet zo makkelijk. Daar had ik misschien een ander mes voor moeten pakken. En los van de boom. Zoals je ziet is die er af. En kijk eens hoe mooi de bovenkant al is. Dat is bijna gewoon een nieuwe boom. Ja, en die ga ik er dus ook afsnijden. Ik ben benieuwd of dat lukt met dat mesje wat ik gepakt heb. En dan zo ver mogelijk onder die kroon proberen te komen. Ik heb dus de onderkant en de bovenkant eraf gesneden. En zoals je ziet, hij is echt heel mooi van kleur en echt super sappig. En zo ziet hij eruit. Nou, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe die smaakt. En wie van jullie heeft dit ook wel eens geprobeerd? Want ik had zoiets in het begin van, wat is dit in vredesnaam? En het wordt echt een ananas. En het is echt jammer dat jullie het niet kunnen ruiken. Want hij ruikt echt super lekker. Ik ga proberen of ik er plakjes van kan snijden. Zodat ik hem kan proeven natuurlijk. En dan het moment van de waarheid natuurlijk. Ik heb hem nu in stukjes gesneden. Nou, je kan misschien zien hoe sappig die is. En hij is echt super lekker. Vind jij dit soort video's nou heel erg leuk? En wil je daar meer van zien? Laat dan even weten. En ik zou zeggen, tot de volgende video.